De toeslagenaffaire heeft het kabinet ten val gebracht. Jarenlang zijn duizenden ouders ten onrechte weggezet als fraudeurs. De zaak werd jaren geleden aan het licht gebracht door advocaat Eva González uit Eindhoven. Het is wel hoe ik een zaak insteek al 20 jaar. Als ik iets begin, dan maak ik het ook af. En dan kijk je toch gewoon wat je er alles aan kan doen om iets tot een goed eind te brengen. Het kabinet Rutte 3 stapt op na een snoeihard rapport waaruit blijkt dat ministers, staatssecretarissen, ambtenaren en zelfs rechters verantwoordelijk zijn voor ongekend onrecht dat ouders is aangedaan. Niemand greep in, terwijl structureel gezinnen in financiële problemen kwamen. Ongekend, gelet op de omvang van de schade die hen is aangedaan. Onrecht, omdat deze ouders veelal geen wezenlijke fouten hadden gemaakt. De speciale commissie deed onderzoek naar hoe het toch kan dat duizenden ouders door de Belastingdienst jarenlang onterecht aangemerkt zijn als fraudeur. En zoveel geld moesten terugbetalen dat ze zwaar in de financiële problemen kwamen. De conclusie afgelopen december was niemals. De kinderopvangtoeslag is uitgevoerd als een massaproces waarbij geen ruimte meer bestond voor de nuance van het individuele geval. Het heeft geleid tot een situatie van jarenlang ongekend onrecht voor een grote groep ouders. Zoals de Eindhovense Lien Jansen. Het heeft een enorme impact gehad. Nog steeds? Nog steeds. Je kinderen kunnen niet naar de opvang. Je kan niet volledig economisch meedraaien. Dus je kan niet verder. Dus ik hoop ook echt inderdaad dat er alles uit de kast wordt getrokken voor een enorme hersteloperatie. Maar ondanks beloftes hebben getroffen ouders nog geen geld gezien. Ondertussen trekt het kabinet vandaag wel al de ultieme politieke conclusie. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. Terug naar advocaat González uit Eindhoven. Ze kwam min of meer toevallig uit bij de zaak, via haar man. De echtgenoot van Eva is Ahmed Gukse. Hij heeft een kinderdagverblijf en gastouderbureau. Dat komt in 2013 in het vizier van de Belastingdienst. De dienst komt langs voor controle en 20 aangesloten gastouders moeten hun administratie laten zien. Kort daarna wordt de toeslag van een groot deel van de ouders die gebruik maken van het gastouderbureau stopgezet en teruggevorderd. Maar waarom is niet duidelijk. Gukse bespreekt de zaak met zijn vrouw en zij kijkt er als advocaat naar en bijt zich erin vast. Jarenlang weigert de fiscus haar informatie te geven en ten einde raad stuurt ze in 2017 CDA-kamerlid Omtzigt een mail met de vraag of hij iets kan doen. En daar vindt ze eindelijk gehoor. En het gevolg van dat alles is vandaag een kabinetscrisis. De cliënten van advocaat González reageren verdeeld op de val van het kabinet. Het is voor sommigen een vorm van gerechtigheid. Maar een groot gedeelte van mijn cliënten die geven eigenlijk aan van wij willen een compensatie. En niet alleen financieel. Ook waar het hier om gaat is even het stuk rechtsbescherming. Het vertrouwen. Dat deel... Nog niet bij alle cliënten is het vertrouwen hiermee hersteld. Nou, ik denk dat mijn cliënten in een soort rouwproces zitten. Hè? Dat sommigen boos zijn en dan heb je dat soort reacties. En anderen al nog steeds verdrietig zijn. Dus al nagelang, en ik noem het dan maar even een soort van rouwcurve waar zij in zitten, horen daar de reacties bij. Jarenlang opboksen tegen de overheid. Ten onrechte beschuldigd worden van fraude. Geen geld meer krijgen voor kinderopvang, maar juist boetes. Het bracht de cliënten niet alleen financiële schade. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Want ja, ga maar eens voor 3 of 4 kinderen opvang zien te vinden als jij niet kan betalen. Mensen zijn daardoor in psychische problemen terechtgekomen. Echtscheiding, als iemand toch problemen heeft vanwege iets, wordt toch een relatie ook gaat wringen. Het opgestapte kabinet komt nu met een plan om te voorkomen dat zoiets nog ooit gebeurt. En ze gaat de schade snel herstellen. Te beginnen met €30.000 voor ieder gezin. González moet het nog zien. Ik moet even nadenken. Ik weet niet eens wat de voorwaarden zijn voor die €30.000. Ik heb totaal nog geen inzicht in wat het precies betekent. En u heeft inmiddels geleerd dat je heel goed moet kijken wat dingen precies betekenen in deze affaire. Ja, dat ben ik 20 jaar geleden was dat het eerste wat je hoort, ja. Als je studeert aan rechten, ja.
Niet de val van het kabinet, maar echte vergoeding van alle schade is nodig voor de cliënten van González om het vertrouwen in de overheid terug te winnen.